Hallo mensen van Coffee Beauty, wat leuk dat je weer kijkt. En vandaag heb ik eigenlijk een full face hourglass. Ik heb dus een aantal dingen gekocht bij Space NK. Dit is de doos. Het is de eerste keer dat ik daar heb besteld. En ik ga sowieso een blogpost maken van mijn ervaring bij het bestellen bij Space NK. Maar ik wilde ook een video maken waaruit ik alle spulletjes die ik heb gekocht ga testen. En dit zijn eigenlijk Hourglass Cosmetics make-up. En ik heb de Holiday Palette, de Ambient Lighting Added Volume 4. Met name deze ga ik vandaag testen. Dus wil je dat zien? Blijf maar aan kijken. Ik heb al mijn oogmake-up en mijn primer aan gezet. En dus vervolg ik met de foundation. Dit is ook Hourglass, de foundation stick. En dit is de kleur Natural en is echt de perfecte kleur voor mij. En ik gebruik niet veel, ik gebruik gewoon een beetje daar. En het is echt nu mijn favoriete foundation. Hij is zo goed dekkend, zo mooi, blijft zo lang goed. En ik gebruik de Sigma F80 brush om het te op mijn gezicht. Je ziet, hij dekt alle onvolkomenheden die ik heb. Je kan ook een sponsje gebruiken, maar ik vind de F80 brush echt geweldig voor deze foundation. Nou, wat ik dan verder doe is een beetje concealer en hier gebruik ik wel mee. Beauty sponge van Morphe. Beetje water. En bombs. Nou, wat ik doe vaak is met mijn beauty sponge overal zo tappen voor een flawless look. Ik heb de Veil Translucent Setting Powder. Het is zo'n chique verpakking. Nee. 1, 2, 3, 4. En voldoende poeder zit er dan in. Dit gebruik ik eigenlijk weer onder mijn ogen. Met gewoon een kleine setting brush. En ik gebruik het zo. Doe ik onder de ogen. Het is inderdaad wel echt ontzettend veel. Je voelt, het wordt niet cakey. Het is echt zo glad, zo lekker. Het is echt worth it. Eerste keer dat ik het gebruik, maar ik zie al. Het voelt heel, heel glad. De Laura Mercier Setting Powder is ook echt goed. Maar ik denk dat ik deze beter vind. Nou, nu gaan we voor de Ambient Lighting Added Volume 4. Dat is hun soort van holiday palette. Je krijgt op deze manier 6 poeders. Waaronder hun 2 setting powders, een highlighter, een bronzer en 2 blushes. Super, super mooi. Grote spiegel. En 6 van hun bekende poeders. Finishing powder dim light. De finishing powder diffused light. De strobe powder euphoric strobe light. De bronzer filter bronze light. De blush luminous glow. En de strobe blush euphoric fusion. Dus wat ik ga doen, ik ga jullie laten zien hoe ik deze gebruik. Ik vind het ontzettend mooi en veel mensen zeggen dus dat het heel klein is en dat je te duur betaalt eigenlijk voor wat je krijgt. Maar ik vind als je 6 verschillende kleuren kan testen en uitproberen, vind ik dit best wel eigenlijk goed. Want je hoeft niet die grote verpakkingen te kopen om ze allemaal te testen. Maar goed, we gaan het nog testen, we gaan nog kijken hoe dit uitziet. Veel mensen zeggen dus dat de kwasten niet hier passen. Als je bijvoorbeeld zo'n, dit is een bronzer brush van Morphe, de M527. En als je dit hier zet, dan pak je 2 pens. Op zich snap ik dat wel met deze. Maar ja, je hebt verschillende kwasten die hier wel echt passen. Maar ik ga beginnen met de eerste. Dat is de Finishing Powder Dim Light. En die gebruik ik eigenlijk over mijn hele gezicht. Dus ik gebruik de Morphe E3. En dan gewoon zo. En wat ik doe, gewoon over het hele gezicht.
om de hele gezicht een beetje te zetten. Ik zie niks op de brush. Tot nu toe zie ik niet echt veel van de kleur dim light. Maar ja, veel mensen hebben dat. Dan zeggen ze van, je ziet niet echt iets. Het is meer een soort finishing powder. Nou, dan ga ik de diffuse light pakken met een wat kleinere setting brush. Je kan ook de Real Techniek gebruiken, setting brush. Gebruik deze van Body & Soul. En dan gebruik ik de middelste kleur, de diffuse light, onder mijn ogen. Ik heb wel de veel translucent powder al gebruikt, maar we doen deze ook. En zo onder de ogen. En ik zie meteen dat het wat een soort licht reflecterende licht heeft. Wel heel heel mooi. Het wordt echt niet cakey. Deze poeders zijn zo zacht. En ook al heb ik zoveel poeder al op. Het ziet er heel glad uit. Dus ik ben echt onder de indruk. Dan ga ik voor de bronzer. En ik kan niet mijn grote Morphe M527 gebruiken. Dus ik ga de Morphe G3 gebruiken voor deze. En dit is de bronzer filtered bronze light. Dus ik gebruik deze. En dan een zo. Het ziet er wel heel bruin uit. Oeh. Dit is heel bruin. Dus ik moet opletten. Het is wel een soort van bijna rood ondertone, red ondertone. Gebruik niet te veel. Ik dacht dat ik heel veel reviews had gelezen dat het juist dat je het bijna niet ziet, maar ik vind hem juist wel enorm gepigmenteerd eigenlijk. Deze gaan we dan met de grote kwast een beetje blenden. Ik had te veel gebruikt. Niet verkeerd. Je kan ook de Morphe E3 eigenlijk gebruiken voor dit. Past ook prima. Ik vind de bronzer juist echt een hele mooie kleur hebben. Echt zo'n mooie, ja, zomerse kleur. En het is highly pigmented. Morphe G40 kan je ook gebruiken om zo op je bronzer te gebruiken. Dus ik denk dat bijna alle kwasten ongeveer wel hier passen. Maar we gaan verder voor de blush. En ik ga de Luminous Glow Blush gebruiken. Ja, hierop lijkt het op een soort plum peach kleur. Dit is de Sigma F10 Powder Brush. En ik gebruik gewoon een beetje. En dan tap tap tap. Het is meer van een soort... Nee, wauw, mooie kleur. Eerste indruk is dat het een beetje roze is, maar als je wat meer gebruikt, zie je wel de plum kleur. Maar ik zie hem niet veel verschijnen, maar het kan ook door deze brush komen. Deze gebruik ik niet veel. Ik vind hem niet echt een hele goede blush. Nou, nu komt er wel wat kleur tevoorschijn. Ik vind de kleur wel heel heel mooi. Dat moet ik wel echt eerlijk zeggen. Het is echt een mooie, toch wel peach kleur. Dat heel goed past bij de bronzer. Maar dan hebben we ook deze. En dit is een soort paars roze blush ook. En dit is de Strobe Blush Euphoric Fusion. Nou, we gaan het ook gebruiken gewoon. En ik ga die met de bronzer blush die ik heb gebruikt daarnet. Dat is de Morphe E3.
En deze gebruik ik weer hieronder. Tap, tap, tap. En dan gebruik ik die onderaan. Het is echt een mooie kleur ook. En ik ben enorm onder de indruk hoe mijn gezicht eruit ziet. Het ziet er heel flawless uit. Met al deze make-up. Maar ik ga als laatste nog de highlighter gebruiken. Die is wat ja, zachter. Dus als je niet van een BAM highlighter houdt. Dan is deze echt een hele mooie kleur. En dit is de Strobe Power Euphoric Strobe Light. En hij is inderdaad light. Ik ga deze gebruiken met de kwast die ik daarnet de Juice Light had gebruikt. Voor onder mijn ogen. Dus de Body & Soul Brush. Pas gewoon prima. En deze gaan we dan hierop zetten. Op de kaakboom. Dit is echt heel subtiel. Dit zie je bijna echt niet. Zoals ik één moet benoemen die ik niet zo vind. Dat is dan de highlighter. Hij is een beetje ja off. Moet ik zeggen. Je ziet hem echt bijna niet. Dus ja. Die vind ik wel echt een stuk minder. Je ziet hem echt niet. Ja, misschien met de... En het voelt ook echt als poeder aan. Dat is het grappige. Het voelt echt als poeder. Dus als je het zo smeert, smelt het op je huid. Dus misschien is dat je daardoor niet zo enorm ziet. Als je de highlighter wat intenser wil maken, kan je het met een natte brush ook aanbrengen. En dan is het wat intenser. Vaak ben ik wat meer lui voor dat soort dingen. Het nadeel wat ik moet zeggen is dat je de vingerafdrukken overal op de verpakking ziet. En ik heb ook nog één. En dit is de Ambient Lighting Powder in Luminous Glow. En dit doet wel iets meer dan die andere die we zagen. Als je per se een grote verpakking Ambient Lighting Powder wil hebben, zou ik deze kopen. En dit is de Ambient Lighting Powder Luminous Light. Het is niet heel dat je glitter ziet of zo, maar het geeft zo'n luminosity op je gezicht. Dat het een beetje, zeker als je een droge huid hebt of zeker in de winter, als je dit over je hele gezicht gebruikt, dan zie je echt zo'n... Ja, zo'n glow from within. Het is echt... Ik kan het niet goed uitleggen. Maar deze poeder is echt een van mijn favorieten. En als je echt geld wil spenderen aan een hourglass make-up, dan zou ik zeker voor deze gaan. Dat is een van de mooiste die ze hebben. De YouTuber Jaclyn Hill, die raved elke keer over deze poeder. Alle poeders van Hourglass, zo in het groot kopen, ze kosten wel echt een vermogen. Als je ze zo wil kopen. Dus ja, zo'n palet is ja, niet eens verkeerd. Want je krijgt 6 om te testen. Ze zijn weliswaar wel kleiner dan deze. Maar je krijgt er wel 6 kleuren om te testen. En anders kan je ze apart kopen zo. En dan krijg je ze in het groot. En dat heb ik gedaan met deze. En deze is ook ontzettend mooi over je hele gezicht. Ik gebruik het echt over je hele gezicht. En zeker voor mensen die gaan trouwen. Als je echt zo'n luminous glow wil hebben. Dan is dit echt je vriend. Ik gebruik het weer met de Morphe E3. En ik doe gewoon zo. Een beetje tap tap tap. En ik gebruik het echt over mijn hele gezicht. Je ziet echt een glow. Een hele mooie glow. Op mijn gezicht. Zeker in de winter als het echt zo droog is. En je gebruikt dit. Dan ja, je hebt gewoon een hele mooie glowy face. Van alle make-up dat ik heb. Ik vind Hourglass hun make-up zo mooi. Het blijft zo mooi staan. Op foto's, op video's, overal. Je krijgt gewoon een flawless gezicht. Als je gewoon deze hoeders gebruikt. Ik weet niet wat het is. Ik weet dat hun trio ook ontzettend populair is. Die heb ik niet. Maar ik dacht, om het echt te testen, alle poeders van Hourglass, moet ik echt in zo'n 6
6 pen palette besteden. En dat heb ik nu gedaan. En ik ben zo blij. Ja, mijn huid ziet er echt flawless uit. En ik heb echt een onrustige huid. Ik heb niet de mooiste huid. Maar ik vind de poeders van Hourglass zijn echt goed. Ik vind sowieso de foundation stick is mijn top foundation. En deze, als je geen enkele poeder van Hourglass hebt, investeer in deze. Want je krijgt dus 6 kleuren. En ik vind ze echt serieus alle 4 echt ontzettend goed. 1 vind ik wat minder. Dat is deze. Dat is de highlighter, de euphoric strobe light. Vind ik minder, maar deze 2 finishing powders, je kan het echt gebruiken, want het smelt in je gezicht. En het is echt zo'n light from within. Dus je ziet echt zo'n licht, zo'n mooie, ik kan het niet zo goed uitleggen. Maar het ziet er enorm mooi en zeker ook op foto's ziet het er heel mooi uit. De blush, deze vind ik ook enorm mooi. Echt een hele mooie kleur, die past heel goed bij de bronzer. Dus deze 2 is echt de top van deze palet. En deze vind ik ook enorm mooi. En zeker aan de onderkant. Dus eerst gebruik ik dus de Luminous Glow. Deze gebruik ik gewoon waar ik normaal mijn blush gebruik. En de paarse, de Euphoric Fusion, gebruik ik net onderaan de blush. En dan zie je echt een hele mooie kleursamenhang met ook de bronzer. Dus ik vind deze 3 echt heel mooi. En deze 2, de finishing powders, zijn ook heel mooi. Ze zijn bekend voor de finishing powders. Als je het vergelijkt met hoe je het groot kan kopen, is dit eenie mini. Het is echt eenie mini eigenlijk. Maar aan de andere kant, als je 6 van de poeders wil kopen in het groot, betaal je ook best wel veel. En nu betaal je ook wel veel, maar niet zoveel. En dan heb je meteen wel 6 kleuren om te testen. Dus ik vind de palet echt ontzettend mooi. Heel chic. Als je veel op reis gaat, dan heb je in 1 zo'n palet alles wat je nodig hebt voor je gezicht. Zo'n blush, de bronzer, highlighter en setting powder. Dus echt alles in 1. Dus ik vind het ook echt heel handig. Ik zou zeggen, test het gewoon eerst met zo'n palet voordat je echt gaat naar zo'n grote verpakking. Ultra Smoothing Powder is ook echt een aanrader. De rest, de brushes passen echt allemaal in de pen. Dus nogmaals, de brushes die je kan gebruiken is bijvoorbeeld de Morphe G40 voor bijvoorbeeld de bronzer. Je kan ook de Sigma F80 ook voor de bronzer. De Body and Soul, ik weet niet of je deze overal te koop is. Maar deze is echt heel goed ook voor onder de ogen. De Real Technique Setting Brush ook voor onder de ogen. Of als highlighter kan je die ook gebruiken. Ik heb de Morphe G3 gebruikt om de bronzer aan te brengen. Past ook prima. De Morphe E3 is mijn favoriet. Ook voor blush, ook voor bronzers, ook voor de all-over setting powder aan te brengen. Dit is de blush brush van Sigma, de F10. Kan je ook gebruiken voor de blush. Dit is een voorbeeld van eentje die je niet kan hebben voor zo'n palet. Maar waarom laat ik deze zien? Omdat je het prima kan gebruiken daarna. Dus net als toen ik jullie liet zien, ik had heel veel bronzer gebruikt. Wat je dan doet, je gebruikt gewoon je grote blush om de bronzer een beetje te diffusen. Dus al met al, ik vind dat alles wel in de pen past. Het is een hele mooie palet. En ik zou een yes doen om deze echt zeker te kopen. Zeker als je ook heel veel last hebt van poriën of van droge huid of van acne tekens. Deze poeders zorgen ervoor dat het een soort van, soort gedimd wordt, dat je het echt niet ziet. Dus het is echt een perfecte poeder. Ik weet niet hoe ze het maken, maar het is echt enorm goed. En ook dus cruelty free en vegan en allerlei goede dingen. Ik hou van deze poeders. En ik hoop in de future meer van Hourglass te kopen, want het make-up is echt fantastisch. Met de weinig make-up die ik van ze heb, ben ik echt super blij al. Dus ik ben super benieuwd om meer te testen. Dus dat gaat zeker nog komen. Maar voor nu wil ik jullie bedanken om te kijken en mij te volgen. Vergeet niet thumbs up als je de video leuk vindt. Subscribe als je mij en mijn video's leuk vindt.
En kijk ook op mijn blog coffeebeauty.com. Tot de volgende keer!